Hoi, heb je even tijd? Voor iedereen die me nog niet kent, ik ben een... een treiterbijtertje. Ja, precies. Voor we echt beginnen, geef ik je nog een paar nuttige tips. Als je voor de eerste keer meedoet, moet je hier klikken. Ja, en als je al een keer met het spel bent begonnen, maar nog niet hebt afgemaakt, dan klik je hierop en hup, je speelt gewoon verder op de plaats waar je gestopt was. Kijk eens, mijn treiterbijtermaatjes hebben de hele stad door elkaar gegooid. Klik maar eens op de dingen die je gek vindt, dan wordt alles weer zoals het hoort. Hallo, je hebt het gezien hè? Bij ons kun je lachen. Je maakt echt de gekste dingen mee. In ons paleis wordt het pas echt spannend. Kom eens langs. Oh ja, bij de ingang staat een koffer waarin je alles vindt wat jou verder kan helpen in onze omgekeerde wereld. Tot zo. Hallo, ik sta aan jouw kant in die wedstrijd tegen de treiterbijtermaatjes. Wij zijn samen een geweldig team. Maar we moeten niet de hele dag voor mij laten gaan. Hup, klik me aan. En daar gaat hij. Joepie. Hier is die dan. De koffer die we bij ons hebben. Klik er maar op. In de koffer zitten massa's nuttige dingen. Hier kun je mee instellen hoe moeilijk het spel wordt. Speel je dit spel voor het eerst, dan kun je het beste met het lichtste gewicht beginnen. Gewicht nummer 2 is voor gevorderden. Als je op schijf 3 klikt, nou, dan zou je het wel echt benauwd krijgen. Dat is iets voor echte professionals. Maar misschien ben jij dat. Hoe zwaarder het gewicht, des te sneller moet je ook de opgave oplossen. Maar niet bang worden, hier kun je tempo steeds veranderen. Klik op een lager getal als je meer tijd nodig hebt. En als het je te langzaam gaat, dan klik je gewoon op een hoger getal. Hou je van lezen? Zet dan met deze knop de microfoon uit. Dan worden de teksten niet meer voorgelezen. Of vind je dat ik te veel praat? Klik dan met de rechtermuisknop en ik houd onmiddellijk mijn mond. Ja, deze puzzel is erg handig. Daaraan kun je precies zien hoe ver je al bent. Hoe dichter je bij de finish komt, des te meer puzzelstukjes verschijnen er op het scherm. En heb je de puzzel compleet, dan krijg je de kans de allergeheimste ruimte van het paleis te openen. Hier aan de zijkant kun je zien hoeveel punten je al hebt verzameld. Onder je punten zie je hoeveel punten je maximaal kunt halen. Als je op scoren klikt, zie je de lijst met de hoogste score. Maar eerst moet je het spel met succes spelen en dan bewaren. Als je op de diskette op bewaren klikt, kun je je stand bewaren. Je kunt dan midden in het spel stoppen en daar later weer verder gaan. Daarvoor klik je alleen maar op een sticker met een cijfer op deze diskette. Wil je weer verder gaan met het onderbroken spel? Klik op de diskette op laden. Klik daarna weer op de sticker met het cijfer van het spel. Je bent nu nog niet eens begonnen, maar je zult toch een keer met het spel willen stoppen. Geen probleem, klik dan op het anker. En als je met een opgave wilt stoppen, dan klik je op de ballon. Het spel gaat door en je kunt een nieuwe opgave uitzoeken. Weet je niet meer wat je moet doen? Geen paniek, een klikje op de reddingsboei is genoeg en boing, je wordt weer geholpen. Klik daarna op de blauwe ballon en je kunt weer verder. Ik heb nog een geheim trucje voor je. Als een opgave te moeilijk is, dan helpt deze luchtballon je zeker verder. Probeer het maar. Klik er maar op. Ik heb nog niet te veel beloofd, vind je wel? Een heus woordenboek. Zelfs ik sta daarin. Klik maar eens op treiterbijtertje. Als je een ander woord uit de lijst wil kiezen, dan moet je op de boekenlegger onderaan klikken. Daar heb je de inhoudsopgave alweer. En met de gele pijlen kun je in het woordenboek bladeren. Goed, hè? En als je deze muzieksleutel ziet, kun je erop klikken en naar geluiden luisteren. Genoeg gepraat. Klik nu maar vlug op de blauwe ballon om uit het woordenboek te komen. Klaar? Oh, ons mooie, maffe paleis. Het wordt wel tijd dat je het eindelijk van binnen ziet, vind je niet? Nou, vooruit dan.
Klik op de deur en stap binnen. Oké, nu gaan we echt beginnen. Waar zal ik je naartoe brengen? Door de linkerdeur kom je in de natuur. In het midden, dat is de deur naar de techniek. En rechts, ga je naar de mensen. Zoek maar een deur uit. Nog één ding. Als je het spel moeilijker wilt maken, dan moet je nu op de koffer klikken en een andere schijf uitkiezen. Tijdens het spel gaat dat niet meer. Als je geen schijf uitkiest, dan krijg je het gemakkelijkste spel. Natuur, dat is rust en ontspanning en... Ik vrees dat onze kleine vrienden weer hier waren. Nou, dan moeten we eerst maar eens gaan kijken wat ze hier allemaal hebben uitgespookt. Dring, nu ben je in onze tuin. Hier groeit veel fruit en groente, maar je hebt vast ook wel een paar hele rare dingen gezien. Klik erop. Kijk, hier zie je een paar dingen die je zeker bekend voorkomen. Maar weet je ook hoe ze heten? Zodra je een naam ziet, moet je op dat ding klikken. Je hebt geen tijd om te dreuvelen. Klik op mij en het begint. Kersenboom. Pompoen. Aalbessen. Wilde rozen. Komkommers. Koolrabi. Tomaat. Goed zeg, ik geloof dat je je in onze tuin wel thuis voelt. Maar nu gaan we weer tot actie over. Je moet namelijk zoveel mogelijk treintjebijtertjes vangen. Weet je nog hoe? Precies, gewoon erop klikken. Oké, aan de slag. Wauw, let op, we gaan nu eerst naar de duikpost. Mijn treiterbijtervriendjes zullen wel in de buurt zijn, want je schijnt ze zelfs onder water tegen te komen. Snap je wat ik bedoel? Kijk, hier zie je een paar dingen die je zeker bekend voorkomen. Maar weet je ook hoe ze heten? Zodra je een naam ziet, moet je op dat ding klikken. Je hebt geen tijd om te dreuvelen. Klik op mij en het begint. Zeeanemoon. Kwal. Napje slak. Spons. Inktvis. Hoornkreeft. Rode zeewier. Zeepaling. Zeepaadje, zeeengel. Hadden ze maar eerder geweten dat jij zo goed bent, dan hadden ze het je direct veel moeilijker gemaakt. Als beloning mag je nu heel veel treiterbijtertjes gaan vangen. Ik vind een paar van deze wilde beesten er heel vreemd uitzien. Weet je al welke ik bedoel? Oh, nu gaat het echt hart tegen hart. Om je eindelijk eens lekker aan het werk te zitten, hebben mijn treiterbijtervriendjes hier alle namen verwisseld. En nu moet jij ze weer netjes op hun plaats zetten. Klik eerst op de verkeerde naam. Hou je muis ingedrukt en schuif hem naar het lege veld recht beneden. Klik dan op de goede naam en schuif hem naar de lege plek. Zet op iedere open plek de goede naam, tot alles weer in orde is. Nou vooruit, klik je op me. Witkransaapje. Toekam. Witkransaapje. Trekmier. Panter. Hondenkopboa. Grote mieren eet. Gordeldier. Grote miereneter. Kolibri. Pijlgif kikvors.
Duizendpoot, trekmier. Je bent een echte dierenkenner. Misschien wil je later wel in een dierentuin gaan werken. Nu moet je eerst maar eens laten zien dat je ook goed bent in het vangen van treiterbijtertjes. Klik snel als je er eentje ziet, oké? Jonge, jonge, ik ben stom verbaasd over zoveel goede antwoorden. Nu laat ik je nog meer van onze paleis zien. Dus vooruit, de lift in. Als je een verdieping hoger wilt, druk dan op de pijl naar boven. Als je weer terug wilt naar de hal om een andere deur te openen, klik dan op de blauwe ballon. Rond deze tijd worden mijn treiterbijtervriendjes pas echt vrolijk. Die hebben vast weer iets geks verzonnen. Dat zullen we eens uitpluizen. Dames en heren, nu kunt u live uit het oerwoud gaan kijken naar ons populaire programma Klopt het of klopt het niet? Luister u goed naar mijn betoverende treiterbijterassistent en beslis. Spreekt hij de waarheid of liegt hij? Klik op hem als u vindt dat hij gelijk heeft. Een gordelkat behoort net als de panter tot de katachtige roofdieren. Helaas. Dames en heren, nu kunt u live uit het oerwoud gaan kijken naar ons populaire programma Klopt het of klopt het niet? Luister u goed naar mijn betoverende treiterbijterassistent en beslis. Spreekt hij de waarheid of liegt hij? Klik op hem als u vindt dat hij gelijk heeft. Een gordelkat behoort net als de panter tot de katachtige roofdieren. Goed gedaan! De waterboa wordt minstens 35 meter lang. Goed gedaan! Duizend poten kunnen 10 keer sneller lopen dan 100 poten. Goed gedaan! Toucans zijn watervogels die op de Amazone leven. Helaas. Het gordeldier kan zich bij gevaar tot een kogel oprollen. Goed gedaan! Er zijn 2 soorten kolibries. Amerikaanse en Afrikaanse. Goed gedaan! Het witstaartaapje heet zo omdat het een witte staartkwast heeft. Helaas. De pijlgifkikvors heet eigenlijk verfkikker. Helaas. Berengoed, je kent in de jungle veel beter de weg dan Tarzan. Als beloning mag je nu een paar treiterbijtertjes vangen. Je weet nu hoe het gaat. Het volgende spelletje heet Raad eens wat hier zwemt. Mijn treiterbijtervriendjes geven je steeds 3 beschrijvingen van ieder dier. Zodra je weet welk dier bedoeld wordt, klik je daarop. Oké. Begin maar. De moet steeds in beweging blijven. Biologen zijn erachter gekomen dat de een scherp reukvermogen heeft. De bovenste helft van haar rugvin komt af en toe boven het water uit. Goed gedaan! Haar eieren met harde schaal legt de in het zand. De behoort tot de reptielen. Bij gevaar trekt de zich in haar pantser terug. Goed gedaan! Sommige soorten van de geven elektrische schokken. De
zwemt met golvende bewegingen. De heeft een plat lichaam. Goed gedaan! De behoort tot de stekelhuidigen. Rond de mondopening van de zitten tentakels. De heeft een cilindervormig lichaam. Goed gedaan! Om zich te camoufleren, kleurt de het water. De beweegt door zich terug te stoten. De heeft 10 vangarmen. Helaas. Aan de tentakels van de zitten netelcellen. Met het gif van de netelcellen verlamt de haar buit. De drijft met de zeestroming mee in het water. Goed gedaan! Bij de leggen de wijfjes de eieren in de buikplooi van de mannetjes. Het is een bijzondere vissoort. Met de staart kan zich aan zeewier vastklampen. Goed gedaan! Het buitenste deel van het skelet van de is hard. Een heeft beweegbare stekels. De is kogelvormig. Helaas. Jij weet niet van ophouden, hè? Zelfs niet in het water. Ga onder water maar treiterbijtertjes vangen. Veel succes. Het is echt fantastisch hoe sommige dingen eruit zien als je ze van dichtbij bekijkt. De treiterbijtertjes laten je een paar eigenaardige stukjes zien en jij klikt op de plek waar het voorwerp helemaal te zien is. Oké? Klik op mij! Oh jee, als je iedere kamer in ons paleis zo zou opruimen als hier, dan zouden mijn treiterbijtervriendjes daar helemaal niet blij mee zijn. Die hebben zich nu al voor jou verstopt. Maar zij is ook sneller dan jij. Niet te geloven dat je dat allemaal hebt gered. Ik vind dat we maar eens iets anders moeten gaan bekijken. Laten we een reisje met de lift maken. Je weet het nog, hè? Met de pijl naar boven kom je op de volgende verdieping. Weer naar beneden kom je met de pijl die naar beneden wijst. Maar als je weer naar de hal wilt, dan klik je op de blauwe ballon. Oh jee, ik had het kunnen weten. De treiterbijtertjes zijn ons weer eens voor geweest. En ik durf te wedden dat er in deze ruimte een paar dingen niet helemaal kloppen. Dat zullen we snel weten. Oei, de volgende opgave is echt makkelijk. Mijn vrienden zullen in één zin een plant beschrijven. Klik op de plant die bij de beschrijving past. Morellen zijn een bepaalde soort. In de taart smaken gemalen erg lekker. Uit de schil van de kun je enge maskers snijden. Met de bruine, glanzende vruchten van de kun je in de herfst heel leuk knutselen. In het rode vruchtvlees van de zitten ontzettend veel donkere pitten. Van de maakt men patatfriet. De lekkere vermeerdert zich ook door uitlopers. Joehoe, wat een superteam zijn wij. Daarvan zijn er beslist niet veel. Maar laten we niet te veel capsones krijgen. Nu gaan we weer treiterbijtertjes vangen. Aan de slag. Je ziet nu een echt treiterbijtertjes-oerwoud. De meeste dieren komen namelijk uit Zuid-Amerikaanse oerwouden, maar onze vriendjes konden het weer niet laten en hebben 5 dieren uit Afrika binnengesmokkeld. Zoek deze dieren op.
Helaas. Fout. Jammer, want nu hebben mijn collega treiterbijtertjes je behoorlijk te pakken genomen. Je kunt niet altijd een superheld zijn. Nee, misschien de volgende keer. Je ziet nu een echt treiterbijtertjes-oerwoud. De meeste dieren komen namelijk uit Zuid-Amerikaanse oerwouden, maar onze vriendjes konden het weer niet laten en hebben 5 dieren uit Afrika binnengesmokkeld. Zoek deze dieren op. Helaas. Fout. Jammer, want nu hebben mijn collega treiterbijtertjes je behoorlijk te pakken genomen. Je kunt niet altijd... Je ziet nu een echt treiterbijtertjes-oerwoud. De meeste dieren komen namelijk uit Zuid-Amerikaanse oerwouden, maar onze vriendjes konden het weer niet laten en hebben 5 dieren uit Afrika binnengesmokkeld. Zoek deze dieren op. Goed gedaan! Je wilt later misschien wel dierenarts worden, of koning van het oerwoud, of misschien wel jager op de treiterbijtertjes. Daar kun je nu vast mee beginnen. Wist je al dat er in de zee echte families leven? Waarom ook niet? Het is alleen zo dat onze clowns, de treiterbijtertjes, alle soortnamen weggehaald hebben. Je moet nu op alle dieren klikken die bij dezelfde familie horen. Eerste familie noemt men stekelhuidigen. Van alle dieren die je hier ziet, behoren er 3 tot die familie. Goed gedaan! Een andere familie wordt koppotigen genoemd. Hiertoe behoren maar 2 van de vele dieren die hier leven. Helaas. Wist je al dat er in de zee echte families leven? Waarom ook niet? Het is alleen zo dat onze clowns, de treiterbijtertjes, alle soortnamen weggehaald hebben. Je moet nu op alle dieren klikken die bij dezelfde familie horen. Eerste familie noemt men stekelhuidigen. Van alle dieren die je hier ziet, behoren er 3 tot die familie. Goed gedaan! Een andere familie wordt koppotigen genoemd. Hiertoe behoren maar 2 van de vele dieren die hier leven. Goed gedaan! De familie van de vissen is erg groot. Je vindt 4 dieren die hiertoe behoren. Helaas. Ja hoor, kapitein weet alles is weer bezig. Bijna professioneel wat je hier laat zien. Oké, speel nu eerst maar verder, want nu komt het vooral op snelheid aan. Jongen, jij weet ook alles. Ik ben echt heel jaloers op je. Kom binnen, dames en heren. We zijn nu in de unieke technische supertoren. Hier is het motto: zien, verbaasd zijn, klikken. Hey, zou je het leuk vinden om een stukje in zo'n wagen te rijden? Helaas, ik zie dat de treiterbijtertjes ons weer voor zijn geweest. Oh jee,
Het wordt lekker moeilijk, dat weet ik nu al. Ja, wat het gekke is, dat alle dingen hier twee namen hebben. En het is jouw taak de goede naam aan te klikken. Alles duidelijk? Je weet het, hè? Als je wil beginnen, op mij klikken. Spaakwiel of velgwiel? Treeplank of opstapje? Spatbord of zaal? Hey, zou je het leuk vinden om een stukje in zo'n wagen te rijden? Helaas, ik zie dat de treiterbijtertjes ons weer voor zijn geweest. Oh jee, het wordt lekker moeilijk, dat weet ik nu al. Ja, wat het gekke is, dat alle dingen hier twee namen hebben. En het is jouw taak de goede naam aan te klikken. Alles duidelijk? Je weet het, hè? Als je wil beginnen, op mij klikken. Spaakwiel of velgwiel? Treeplank of opstapje? Spatbord of zijpaneel? Stuurwiel of stuurkolom? Aanzetslinger of kardanas? Klakson of bel? Lamp of richtingaanwijzer? Handrem of handgreep? Laadruimte of reservezitplaats? Motorkap of versnellingsbakdeksel? Jij vindt deze rammelkasten wel geinig, hè? Maar je bent vast sneller dan deze oldies bij het vangen van de treiterbijtertjes, of niet soms? Klaar voor de landing op de luchthaven van de treiterbijtertjes? Nou, ga dan eerst maar eens kijken wat voor grappige dingen hier zijn. Vergeet niet te klikken. Kijk, hier zie je een paar dingen die je zeker bekend voorkomen. Maar weet je ook hoe ze heten? Zodra je een naam ziet, moet je op dat ding klikken. Je hebt geen tijd om te treuvelen. Klik op mij en het begint. Tankwagen. Vleugel. Mobiele trap. Cockpit. Staartvlakken. Hoogteroer. Neuswielen. Motor. Cateringwagen. Ik zie het al. Jij kent de luchthaven op je duimpje. Ik wil eerst nog zien hoe snel je reageert met het spelletje Vang het treiterbijtertje. Jij zult wel weten welke dingen je nodig hebt voordat een computer het eindelijk doet. Onze computer hier van het merk Bijtertje & Co. heeft een paar bijzondere extra's. Wil jij uitzoeken welke dat zijn? Oh, nu gaat het echt hard tegen hard. Om je eindelijk eens lekker aan het werk te zitten, hebben mijn treiterbijtervriendjes hier alle namen verwisseld. En nu moet jij ze weer netjes op hun plaats zetten. Klik eerst op de verkeerde naam. Hou je muis ingedrukt en schuif hem naar het lege veld recht beneden. Klik dan op de goede naam en schuif hem naar de lege plek. Zet op iedere open plek de goede naam, tot alles weer in orde is. Nou vooruit, klik je op me. Diskettenbox. Toetsenbord. Luidspreker. Muis. Joystick. Beeldscherm. Computer. Disketten. Disketten. Diskettenbox. Disketbox. Goed gedaan. Dat was zeker een makkie voor jou. Maar let nu goed op, want we gaan vangen. Klik op zoveel mogelijk treiterbijtertjes. Jongen, ik ben stom verbaasd over zoveel goede antwoorden. Nu laat ik je nog meer van ons paleis zien. Dus vooruit, de lift in. Wauw, wat is hier veel te zien. Laten we de boel op stelte zetten. Let op, omdat er zoveel spullen en onderdelen voor de computer zijn, moet je de apparatuur in verschillende groepen indelen.
want dan weet je altijd precies waarvoor de verschillende onderdelen dienen. Nou, vooruit, klein technisch genie. Klik maar eens gauw op 5 apparaten waarmee je de computer een opdracht kunt geven. Goed gedaan! En nu 2 apparaten die de computer nodig heeft om zijn gegevens zichtbaar te maken. Goed gedaan! Ken je nog een apparaat waarop de computergegevens zijn opgeslagen? Klik er dan op. Goed gedaan! Jamie, nee! Deze computer is echt een makkie voor jou. Laat nu maar eens zien hoe goed je nog bent in het vangen van treiterbijtertjes. Oh jee, let op, nu wordt het moeilijk. Mijn collega treiterbijtertjes zullen straks een paar oldtimers beschrijven. Klik op de auto zodra je weet welke bedoeld wordt. Dit voertuig heeft een bijnaam, namelijk Doe de Deur Omhoog. 50 jaar geleden behoorde hij tot de populairste kleine auto's. De firma staat nu bekend om het bouwen van snelle en exclusieve auto's. Goed gedaan! De firma die deze auto bouwde, heeft veel beroemde racewagens geproduceerd. Ook de tourwagens stonden bekend om hun bijzondere carrosserieën. De motorkap heeft de vorm van een hoefijzer. Helaas. Het is een Amerikaans model. Oh jee, let op, nu wordt het moeilijk. Mijn collega treiterbijtertjes zullen straks een paar oldtimers beschrijven. Klik op de auto zodra je weet welke bedoeld wordt. Dit voertuig heeft een bijnaam, namelijk Doe de Deur Omhoog. 50 jaar geleden behoorde hij tot de populairste kleine auto's. De firma staat nu bekend om het bouwen van snelle en exclusieve auto's. Goed gedaan! De firma die deze auto bouwde, heeft veel beroemde racewagens geproduceerd. Ook de tourwagens stonden bekend om hun bijzondere carrosserieën. De motorkap heeft de vorm van een hoefijzer. Helaas. Het is een Amerikaans model. Erg opvallend zijn de grote staartvinnen. De merkaanduiding ziet eruit als een brede V. Goed gedaan! Het voertuig heeft dezelfde naam als een katachtig roofdier. Zijn motor is krachtig en toch erg stil. Hij behoorde ook vroeger al tot de exclusiefste sportwagens. Helaas. De firma beweert de beste auto's ter wereld te bouwen. Koningen, presidenten en filmsterren laten zich er graag in rijden. Hij heeft een beroemd beeldje op de motorkap dat een vliegende vrouw voorstelt. Goed gedaan! De merknaam is een afkorting van Morris Garages. De firma stond bekend om het bouwen van vlotte, snelle en goedkope sportwagens. De voorste spatborden van de cabriolet zijn erg uitnodigend. Helaas. De auto werd in Frankrijk gefabriceerd, hoewel hij een Engelse naam heeft. Op de merkaanduiding staan 2 gekruiste kanonnen. Je herkent deze limousine aan de afgeronde vormen en de reusachtige motorkap. Goed gedaan! Bijna niet te geloven, maar dit voertuig rijdt echt 75 km per uur. Er kunnen 2 personen in zitten. Goed gedaan! Nou, dan neem ik mijn petje vooraf. Ik zie al dat je een echte oldtimer-fan bent. Maar je weet dat er in het paleis nog veel meer spelletjes zijn. Zoals dit bijvoorbeeld.
Het is echt fantastisch hoe sommige dingen eruit zien als je ze van dichtbij bekijkt. De treiterbijtertjes laten je een paar eigenaardige stukjes zien en jij klikt op de plek waar het voorwerp helemaal te zien is. Oké? Klik op mij! Prachtig! Schitterend gedaan. Als je zo doorgaat, kom je vast nog wel in de geheimzinnige kamer in ons paleis. Maar alles op zijn tijd. Nu moet je eerst treiterbijtertjes vangen. Je weet hoe dat gaat. Niet te geloven dat je dat allemaal hebt gered. Ik vind dat we maar eens iets anders moeten gaan bekijken. Laten we een reisje met de lift maken. Je weet het nog, hè? Met de pijl naar boven kom je op de volgende verdieping. Weer naar beneden kom je met de pijl die naar beneden wijst. Maar als je weer naar de hal wilt, dan klik je op de blauwe ballon. Dat is ons supermoderne ruimtelaboratorium. Van hieruit turen wij buitenaardse treiterbijtertjes in het heelal. Je snapt zeker wel wat je moet doen als je de apparatuur wat beter wilt bekijken. Nu gaan we eens kijken wat je van auto-aardrijkskunde weet, oké? In welk land worden de auto's gebouwd? Luister goed naar het treiterbijtertje en klik dan op het juiste automerk. Er zijn 2 Amerikaanse firma's bij. Klik ze maar eens vlug aan. Goed gedaan! Oh, nou. 4 firma's zijn uit Groot-Brittannië. Weet jij welke? Goed gedaan! Nu moet je eens 2 Italiaanse firma's zien te vinden. Goed gedaan! Er is ook een bekende Duitse firma bij. Ken je die misschien? Goed gedaan! En laat nu nog eens zien hoe de firma uit Frankrijk heet. Goed gedaan! Ik zie al dat je het wel weet als je je best maar doet. Laten we nu maar eens gaan kijken hoe het met je snelheid zit. Probeer alle treiterbijtjes te vangen die je ziet. Gewoon erop klikken, oké? Zo, en nu oortjes open en heel goed luisteren. Je krijgt namelijk geluiden te horen. Ja, als je erachter komt waar ze bij horen, dan klik je daarop. Maar eerst moet je op mij klikken. Verkeerscontrole, hier is KLM 746. De passagiers voor KLM vlucht 148 naar Parijs worden verzocht zich naar uitgang A te begeven. KLM 746 heeft toestemming om te starten. Baan 26, wind 310 met 10 knopen. Goed gedaan! Op een luchthaven is genoeg ruimte om treiterbijtertjes te vangen. Aanvallen! Het is echt fantastisch hoe sommige dingen eruit zien als je ze van dichtbij bekijkt. De treiterbijtertjes laten je een paar eigenaardige stukjes zien en jij klikt op de plek waar het voorwerp helemaal te zien is. Oké? Klik op mij! Heel goed. Nu weet ik wie ik nodig heb als mijn computer weer eens op tilt slaat. Heb je zin om nog eens een spelletje te doen? We gaan weer treiterbijtertjes vangen.
Jongen, 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 jij weet ook alles. Ik ben echt heel jaloers op je. Nou, het is hier erg rustig. Een beetje actie zou leuker zijn, of niet? Dit is toch een echte kelder van de treiterbijtertjes? Ik vraag me af wat er gebeurt als je op al die dingen hier klikt. Hooggeëerd publiek, welkom in Circus Treiterbijt. Als je wilt zien wat nog gekker is dan gek, dan ben je bij ons aan het goede adres. Als je denkt dat je iets ongelooflijk geks hebt ontdekt, klik er dan vlug op. Het begint! Kijk, hier zie je een paar dingen die je zeker bekend voorkomen. Maar weet je ook hoe ze heten? Zodra je een naam ziet, moet je op dat ding klikken. Je hebt geen tijd om te treuvelen. Klik op mij en het begint. Trapeze. Toneelgordijn. Clown. Pauk. Zeehond. Pistetapijt. Aap. Schijnwerper. Artiest. Sapper de flap. Het lijkt wel of je een abonnement op het circus hebt. Zo goed weet je alles. Kun je ook zo goed treiterbijtertjes vangen? Hoeveel kun je eraan klikken? Oh jee, ik ben bang dat mijn treiterbijter vriendjes ons voor waren. Die zijn wel lekker bezig geweest. Klik toch op die jamboel die ze ervan gemaakt hebben. Nu gaan we eens kijken hoe goed je hier bekend bent. De treiterbijtertjes beschrijven nu een paar dingen voor je zonder de namen te noemen. Klik op het voorwerp zodra je weet wat ze bedoelen. Na 3 zinnen moet je echt geklikt hebben, oké? Een rijdt op een bouwterrein vaak heen en weer. Een kan zware lasten dragen. Een heeft een grote beweegbare bak die omhoog kan worden gekiept. Goed gedaan! Een is een heel eenvoudig hulpmiddel voor metselaars. Een geeft heel nauwkeurig de loodlijn aan. Een bestaat uit een metalen gewicht dat aan een koordje hangt. Goed gedaan! Een is een zwaar voertuig. Een heb je nodig om een terrein te egaliseren. Een wordt bestuurd door de 2 rupsbanden met verschillende snelheid te laten lopen. Goed gedaan! Als iemand een huis sloopt, worden er veel gevuld. Er zijn vrachtwagens waarop een precies past. In een wordt alles verzameld wat men niet meer nodig heeft. Goed gedaan! Met een alleen kun je niets beginnen. Een maakt tamelijk veel lawaai. Een perst lucht samen en levert zo energie. Goed gedaan! Een is een machine die erg veel lawaai maakt. Wie met een werkt, wordt behoorlijk door elkaar geschud. Om met een te kunnen werken, heb je nog een andere machine nodig. Goed gedaan! Een kan goed op een hobbelige bodem rijden. Een heeft een sterke beweegbare arm. Net als een balletdanseres kan een om zijn eigen as draaien. Goed gedaan! Een kan van hout of metaal zijn. Er hangen bordjes met verboden toegang aan, zodat niemand over de
geklauterd. Een heeft een poort waar vrachtwagens doorheen kunnen rijden. Goed gedaan! Een wordt op een universiteit opgeleid. Een denkt erover na waar de keuken en waar het toilet moet komen. Een tekent zijn ontwerpen op een groot vel papier. Goed gedaan! Jongen, jongen, als je zo doorgaat, zijn mijn treiterbijtervriendjes snel aan vakantie toe. In ieder geval kun je nu eens proberen om ze te vangen. Aanklikken en je hebt ze. Ben je er klaar voor? Daar gaat hij dan. Jodelaiti! Het lijkt wel vakantie. Maar hey, hier klopt iets niet. De andere treiterbijtjes hebben weer van alles uitgehaald. Gewoon klikken op de dingen die je gek vindt. Kijk, hier zie je een paar dingen die je zeker bekend voorkomen. Maar weet je ook hoe ze heten? Zodra je een naam ziet, moet je op dat ding klikken. Je hebt geen tijd om te treuvelen. Klik op mij en het begint. Koe. Kudde schapen, geit, melkbus, bosarbeider, houthakker, alpenkou. Herdershond, alpenhoorn. Jodelaiti! Goed gedaan, makker. Jouw koppie loopt nog als gesmeerd. En nu mag je als beloning lekker tekeer gaan en op mijn treiterbijtervriendjes jagen. Je moet ze gewoon zien te pakken en dan klikken. Jaag ze, hè? Jonge, jonge. Ik ben stom verbaasd over zoveel goede antwoorden. Nu laat ik je nog meer van ons paleis zien. Dus vooruit, de lift in. Als je een verdieping hoger wilt, druk dan op de pijl naar boven. Als je weer terug wilt naar de hal om een andere deur te openen, klik dan op de blauwe ballon. Zo, laten we eens kijken wat hier aan de hand is. Gewoon klikken, dan zie je het wel. Oh jee. Het wordt lekker moeilijk, dat weet ik nu al. Ja, wat het gekke is, dat alle dingen hier twee namen hebben. En het is jouw taak de goede naam aan te klikken. Alles duidelijk? Je weet het, hè? Als je wil beginnen, op mij klikken. Bergwandelaar of bergbeklimmer? Trefpunt voor bergwandelaars of wegwijzer? Gems of steenbok? Paraglider of deltavlieger? Wielrenner of mountainbiker? Wandelaar of bergwandelaar? Telegraafpaal of skilift? Berggeit of gems? Goed gedaan! Nu kun je weer laten zien dat je niet alleen koppie hebt, maar ook vlugge vingertjes. Laat de treiterbijtertjes maar eens zien wie de snelste is. Je weet, mij kun je vertrouwen, maar de andere treiterbijtertjes vertellen echt een hoop onzin. Nou, laat je niet in de war brengen. Klik gewoon op het treiterbijtertje als je denkt dat hij onzin vertelt. Cement is een mengsel van klei en kalk. Helaas. Je weet, mij kun je vertrouwen, maar de andere treiterbijtertjes vertellen echt een hoop onzin. Nou, laat je niet in de war brengen. Klik gewoon op het treiterbijtertje als je denkt dat hij onzin vertelt. Cement is een mengsel van klei en kalk. Goed gedaan! Een betonmolen moet steeds draaien, anders wordt het beton dat erin zit hard. Helaas. Je weet, mij kun je vertrouwen, maar de andere treiterbijtertjes vertellen echt een hoop onzin. Nou, laat je niet in de war brengen. Klik gewoon op het treiterbijtertje als je denkt dat hij onzin vertelt.
Cement is een mengsel van klei en kalk. Goed gedaan! Een betonmolen moet steeds draaien, anders wordt het beton dat erin zit hard. Goed gedaan! Kruiwagens hebben 2 wielen en 2 handvaten om vast te houden. Goed gedaan! Alle bouwvakkers moeten een helm dragen. Goed gedaan! In een cementsilo blijft voedermais heel vers, omdat er geen lucht in de silo kan komen. Helaas. Stijgers moeten stevig en zorgvuldig worden gebouwd, zodat niemand eraf valt. Goed gedaan! Met de takel halen de bouwvakkers bierflesjes omhoog. Goed gedaan! Een hijskraan kun je net zo hoog bouwen als je maar wilt. Goed gedaan! De metselaars gebruiken een mortelkuip om daarin de mortel van hun lichaam te wassen. Goed gedaan! Nou zeg, je bent vandaag echt in topvorm. Laat dan ook maar eens zien dat je in treiterbijtertjes vangen net zo goed bent. Op uw plaatsen, klaar, af! Zo, en nu oortjes open en heel goed luisteren. Je krijgt namelijk geluiden te horen. Ja, als je erachter komt waar ze bij horen, dan klik je daarop. Maar eerst moet je op mij klikken. Ik wist wel dat je slim bent, anders waren we geen team. Nou hoop ik maar dat je ook snel bent. Je moet nu een paar van mijn treiterbijtervriendjes aanklikken. Niet te geloven dat je dat allemaal hebt gered. Ik vind dat we maar eens iets anders moeten gaan bekijken. Laten we een reisje met de lift maken. Je weet het nog, hè? Met de pijl naar boven kom je op de volgende verdieping. Weer naar beneden kom je met de pijl die naar beneden wijst. Maar als je weer naar de hal wilt, dan klik je op de blauwe ballon. Ook hier is het motto, niet pitten, maar klikken. Ja, mijn treiterbijtervriendjes zijn pas tevreden als de hele wereld gemixt, door elkaar geschud, verwisseld en door elkaar gehaald is. Maar jij helpt steeds weer alles in orde te brengen. Ja. Zoek de dingen die hier niet bij elkaar passen. Klik erop, maar klik eerst even op mij. Joepie! Het zit er echt wel in bij jou. Nu komt mijn lievelingsspel weer. Treiterbijtertjes vangen. Nou, daar gaat-ie.
Zeg eens, ski jij in de winter ook zo graag? Ik ben echt benieuwd of je goed bent in wintersport. Jippie! Met jou wil ik wel op wintersport gaan. Je bent echt goed. We gaan nu geen sneeuwbalgevecht houden, maar treiterbijtertjes vangen. Zo, en nu maar weer oogjes open en goed opletten. Op dit bouwterrein zijn 4 personen die een bouwkundig beroep hebben geleerd. Klik op ze. Goed gedaan! Zo, klik nu nog op 2 apparaten die men nodig heeft om bijzonder zware lasten op te tillen. Goed gedaan! Bravo, ik zie het al. Je wilt ons treiterbijtertjes laten zien wat een echte quizprofessional is, hè? Als je ze nu ook nog vangt, is de ronde voor jou. Gosje mijne, je bent beter dan ik dacht. Maar ik geloof dat dit het einde is. Afgelopen. Finito. Nou, denk maar niet dat mijn treiterbijtervriendjes je in de geheimzinnige kamer vol verrassingen naar binnen laten gaan. Daarom hebben ze ook dit speciale slot in de deur gemaakt. Wat? Je wilt proberen om het open te krijgen? Ga je gang. Dan moet je eerst op de gevallen stukjes van de puzzel klikken en ze naar hun plaats in het slot brengen. Ik geloof dat ik echt gek word. Het is je gelukt. Helemaal niet slecht voor zo'n klein mensje als jij. Nu heb je wel een kleine beloning verdiend. Kies 1 van de 3 geldkistjes. Daar zit iets leuks in. Tja, en ik moet nu helaas weg. Dus tot ziens. Tot de volgende keer. Treiterbijtertjes zijn heel muzikaal. Dat had je zeker nog niet gemerkt. Klik op een treiterbijtertje, dan hoor je zijn lievelingstoon. Als je de tonen dan ook nog in een bepaalde volgorde zet, hoor je in een mum van tijd een melodie die je zelf gecomponeerd hebt.